mijn vader vecht voor het land. De vlag staat voor het land en hij vecht daarvoor. Het is niet alleen maar drie kleuren stof. Iedere dag draag ik de Nederlandse vlag op mijn pak. En rondom 4 en 5 mei denk ik vaak terug aan dingen die ik meegemaakt heb in mijn militaire loopbaan de afgelopen 25 jaar. Dit zijn Thomas, Nathan en hun vader Bjorn. Hallo! Bjorn is militair. Voor het Nederlandse leger is hij op verschillende missies in het buitenland geweest. En dit was het eerste wat je weer zag als je het kamp binnenkwam. En dan wist je dat je weer thuis was. Ja. Daarom zijn dagen als Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, waarop er dus wordt stilgestaan bij oorlogsslachtoffers, voor hen extra belangrijke dagen. In die uitzendingen zijn collega's overleden. En de vlag ging toen half stok. En dat is het symbool voor deze vlag, voor mij op 4 mei. En als de vlag omgedraaid wordt, dan is het alsof je die mensen die voor ons land hebben gevochten niet respecteert. En zo voelt dat ook voor familieleden van omgekomen militairen. Zoals Greetje, die haar zoon verloor. Zij startte de oproep om de omgekeerde vlaggen weer rechtop te zetten. Vooral ook omdat omgekomen militairen worden thuisgebracht met een Nederlandse vlag over hun kist heen. Omdat onze kinderen zijn omgekomen en terug zijn gekomen per vliegtuig met de Nederlandse vlag daar bovenop. En ik vind een beetje, ja, misbruik. Het voelt niet goed. Daar word je emotioneel van, ja. Ik vind het heel vervelend. Op sommige plekken in ons land is dit dus te zien. Omgekeerde vlaggen. Vooral opgehangen dus door protesterende boeren. En die vinden hun protest ook belangrijk. Ze snappen de oproep van de militairen, maar willen hun vlaggen toch niet omdraaien. Die vlaggen zijn niet opgehangen in verband met verkiezingen of wat dan ook. Maar ze zijn een noodsignaal. Het platteland, de boeren zijn in nood. De noodsituatie is er ook op 4 en 5 mei. Deze boerengroep zegt dus dat het tegen de regering is. En niet tegen de militairen. Toch doen de omgekeerde vlaggen in dit gezin pijn. Als je dan iets wil doen om te protesteren, gebruik dan iets van een spandoek of zo, maar draai niet ons symbool van het land om. Op 4 en 5 mei hangen veel Nederlanders de vlag op aan huis, ook hier. Ik hoop dat op 4 en 5 mei alle vlaggen weer gewoon normaal hangen.